We zijn dus aanbeland in Andorra na een volledige dag reizen. We staan hier voor de buitengevel van het ABBA Hotel. Dus we zullen het nog leren kennen de komende dagen. We staan hier dus aan de overkant van de straat van het Miniatuurmuseum. Een uitgeweken Oekraïner heeft zich daarmee gaan bezighouden. Maar het staat ook vlak naast een museum van iconografische kunst. We staan dus in Andorra, in het kleine dorpje Ortino. Hier achter mij ziet u de donkere toegang naar het postmuseum. Hier achter mij de echte ingang van het postmuseum. En zoals in alle museums is het dus verboden om te fotograferen, dus ook uiteraard verboden om video's te maken. Dus we beginnen er gewoon niet aan. Hier achter mij ziet u het kunstwerk van Sumitsu Imai, gemaakt in 1991. Dat was een symposium van beeldende kunst toen in Andorra, om het 25-jarig bestaan van de sociale zekerheid te herdenken. Een uitzichtpunt over Ortino. Vanwege de hoogteverschillen in het dorp kan je hem, als je een beetje uitkijkt met de gebouwen, altijd wel een mooie plaats vinden. Hier kweken de mensen op elk perceeltje land dat beschikbaar is hun eigen groente. Links in beeld zie je dus het bord waarmee de eigenaars worden opgeroepen de excrementen van hun honden mee te nemen. We naderen een oversteekplaats van een school, vandaar het eerste verkeersbord. En dat moet blijkbaar tegen 20 per uur genomen worden. We staan hier dus op de grens van Sispoli, een parochie van La Massana. Daar stond ook mijn hotel. En vandaag wordt het zo te zien weer een prachtige hemel. Hopelijk heeft de kerk van San Juan in Sispoli minder onderhoud nodig dan deze paal. De tekst met de naam van de kerk staat erop, maar is heel moeilijk te lezen. En zoals het alle goede museums betaamt, is het op maandag gesloten. Bovendien is het binnen verboden om foto's te nemen. Dat noemt de Plaza de Le Fontaine in La Massana. Dit is een streek waar al eeuwen ijzer gewonnen werd. Dit is misschien nog het enige wat je mag doen op dit grasveld. Je mag hier niet honden drollen laten gooien. Je mag er niet voetballen. Ik ben hier gewoon nog aan het zitten. Gelukkig staat er nog geen bordje niet betreden. Stilaan wordt de gekte opgebouwd. Van begin september zal hier in Andorra, zelfs in La Massana, de wereldbeker mountainbike plaatsvinden. De enige functie van de rotonde is het veilig mogelijk maken van een rechtsomkeerbeweging. Als u op de weg normaal ergens wil omkeren of links afslaan, dan wordt dat verboden. U moet de richting blijven volgen tot aan de rotonde. En daar rechtsomkeer maken met gebruik maken van pinklichten. En dan hebt u voorrang en dat wordt gerespecteerd.